Hallo en welkom bij deze instructievideo. Mijn naam is Chris Uitzoorn, projectengineer bij Hyflex. In deze video ga ik laten zien hoe je de PLC-functie van de Invertech ODP2 en ODP3 frequentieregelaars kan inschakelen en hoe je de function block editor van Optitel Studio gebruikt om PLC-programma's te maken. Als eerst ga ik laten zien welke parameters je moet instellen om de PLC-functie in te schakelen. Hierna ga ik twee voorbeeldprogramma's maken om een aantal van de belangrijke onderdelen te laten zien van de PLC-functie en de Function Block Editor. Als je het nog niet gedaan hebt, raad ik aan om te beginnen met het instellen van de parameters van de motorgegevens en daarna een auto-tune te starten. Stel hierna de parameters in op de regelaar om de PLC-functie in te schakelen. Ik begin met het aanpassen van de aansturing van de regelaar. Verander P113 naar User Defined om zelf de aansturing te kunnen bepalen met parametergroep 9. Om de uitgebreide parameters zichtbaar te maken, waaronder groep 9, voer je 201 in bij P114. Schakel de PLC functie in door P610 op 1 te zetten. De parameters in parametergroep 9 kan je invullen naar eigen wens. Voor de voorbeeldprogramma's die ik wil gaan maken, stel ik P903 forward run in op user register 1, P904 reverse run op user register 2. En P910 Speed Source op User Speed Reference. In het eerste voorbeeldprogramma ga ik laten zien hoe je de snelheid van de regelaar kan aanpassen met de PLC. Ik wil dat de regelaar na een startcommando eerst voor 10 seconden op 25 Hz gaat uitsturen en daarna overgaat naar 50 Hz. Wanneer de regelaar 50 Hz uitstuurt, wil ik dat een digitale uitgang hoog wordt gemaakt. Ik heb mijn vooruitschakelaar aangesloten op digitale ingang 1 en de achteruitschakelaar op digitale ingang 2 op de klemmenstrook van de regelaar. In de functionblok editor vind je aan de linkerkant verschillende categorieën met functieblokken. Ik vind het zelf makkelijk om te beginnen met het plaatsen van de in- en uitgangen waarvan ik zeker weet dat ik ze nodig heb. De in- en uitgangsblokken staan onder de IO categorie. Ik heb digitale ingang 1 en 2 nodig als logische ingangen en de motorsnelheid als een data ingang. Logisch houdt in een 1 of een 0 en zijn in de editor herkenbaar aan de dunne enkele lijn. Data in en uitgangen bevatten getallen en zijn herkenbaar aan de dikke dubbele lijnen. Ik stel de twee logische uitgangen in op userregister 1 en 2. De data uitgang stel ik in op user speed reference. Zoals te zien komen hier de user variabelen terug die ik heb ingesteld in de regelaar parameters. De user variabelen worden als het ware gebruikt om de brug te maken tussen het PLC-programma en de aansturing van de regelaar door middel van Parametergroep 9. Ik pak nu een XOR-blok uit de categorie Logic Functions en sluit deze aan op digitale ingang 1 en 2 om een startcommando te detecteren. De uitgang sluit ik aan op een on-delay blok. Als ik mijn vooruit- of achteruit-schakelaar omzet begint de timer van het on-delay blok te lopen. De uitgang van de timer sluit ik vervolgens aan op de S-ingang van het data select blok, zodat bij een hoog ingangssignaal omgeschakeld wordt naar de andere data invoer. Voor de data invoer van het data select blok plaats ik twee constante data ingangen, waarvan ik er één instel op 1500. Dit komt overeen met 25 Hz en de andere op 3000. 50 Hz. De waardes worden opgegeven in rotaties per minuut. 3000 komt dus overeen met 50 Hz. In theorie zal de regelaar nu eerst op 25 Hz gaan uitsturen en nadat de timer van het ondelay blok is afgelopen, overschakelen naar 50 Hz. Het enige wat nog ontbreekt zijn de functieblokken voor het aangeven dat de regelaar 50 Hz uitstuurt. Gebruik de motorspeed ingang en sluit deze aan op de A ingang van een groter dan of gelijk aan blok. We kunnen de constante waarde 3000 hergebruiken voor ingang B. De uitgang Q van het blok verbind ik met een logische uitgang en stel deze in op userele 1. Dit is het relais op de klemmenstrook van de regelaar. Je kan nu het PLC-programma testen in de simulatiemode. Je kan jammer genoeg niet meekijken met het programma in de regelaar, dus ik raad aan om het ontworpen programma eerst te testen in de simulator voor je het op de regelaar zet. Voor de test in de simulator zet ik eerst het motor speed ingang terug op 0 en schakel daarna digitale ingang 1 in om vooruit te draaien. Na 10 seconden zien we de lijn achter het on-delay blok oplichten en de waarde bij het data select blok veranderen van 1500 naar 3000. Nu verander ik handmatig de motor speed naar 3000 en is te zien dat het user relais hoog wordt. Het relais wordt weer laag als de motor speed onder de 3000 komt. Het programma ziet er naar uit goed te werken en kan nu naar de regelaar worden gedownload. In het tweede voorbeeldprogramma wil ik de richting van de motor omdraaien wanneer het koppel voor een bepaalde tijd te hoog is. Denk bijvoorbeeld aan een shreddermachine. Hier wil je dat de draairichting tijdelijk wordt omgedraaid als een object vastzit. In het programma maak ik de maximale koppelgrens, de tijdstuur boven de grens, de tijdstuur om de richting te veranderen en de hoeveelheid pogingen instelbaar met nieuwe parameters. Wanneer het koppel meerdere keren achter elkaar te hoog is, wil ik een trip genereren en de regelaar stoppen. Vergeet de regelaar niet in vector-control te zetten. Het uitlezen van het koppel is namelijk alleen mogelijk wanneer parameter P401 op vector-control staat ingesteld en de regelaar is schoudertuned. Voor meer informatie raadpleeg de handleiding. Ik begin met het plaatsen van de data-ingang voor het motorkoppel. De gemeten waarde van dit blok is een 12-bits getal met een maximumwaarde van 4096. Ik gebruik een extra Q12 naar blok om de waarde naar een percentage om te zetten. Om een nieuwe parameter te maken, plaats je een Read-functieblok uit de categorie Drive Functions in het programma. Dubbelklik op het blok om de instellingen te openen. Ik laat het parameternummer op 15 staan. Dit is de eerstvolgende vrije parameter in mijn regelaar. Met deze parameter wil ik het maximale koppel kunnen instellen als een percentage. Om de instelbare waarde in het juiste formaat te krijgen, kies ik 1 decimaal en de maximale waarde van 1000. Nu weet je hoe je een nieuwe parameter moet aanmaken. Na een download van het programma zijn deze automatisch zichtbaar in de parameterinstellingen van de regelaar. Om ze zichtbaar te maken in de Parameter Editor van OptiTool Studio is het meestal nodig om de parameters opnieuw uit te lezen. Ik ga nu verder met het afmaken van het PLC-programma. Een groot deel van de functieblokken spreken voor zich en kan je eventueel zelf uitproberen om de exacte werking te achterhalen. Dit is het programma dat ik heb ontworpen wat voldoet aan de eerder genoemde eisen. Laten we hem in de simulator bekijken. Eerst stel ik de parameters in op de gewenste waarden. P115 maximale koppel op 50%, P116 detectie op 2 seconden, P117 omkeren tijdstuur op 10 seconden en P118 koppeltripteller op 4. Als ik mijn vooruitschakelaar omzet, begint de motor vooruit te draaien. Als ik handmatig het motorkoppel simuleer, zie je de verschillende functieblokuitgangen achter elkaar hoog worden. De 2-seconden-timer detecteert of het gemeten koppel zich te lang boven het maximale koppel bevindt. Wanneer de timer afgaat, wordt de uitgaande puls verlengd naar een puls die 10 seconden lang hoog blijft. Vervolgens wordt de puls gebruikt om de richting van de motor te veranderen en de upcounter met 1 te verhogen. Nadat de upcounter gelijk is aan de ingestelde waarde van 4, wordt de regelaartrip aangeroepen en stopt de regelaar. Het programma werkt en kunnen we naar de regelaar downloaden. Nu als ik naar de Parameter Editor ga, worden automatisch de nieuwe User Parameters opgehaald. De parameters zijn nu ook instelbaar in de Parameter Editor van OptiTool Studio. Bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog vragen hebt, verzoek je om contact op te nemen met Hyflex of een reactie achter te laten onder deze video. Bekijk ook eventueel een van onze andere video's. Klik op de afspeellijst aan de linkerkant voor al onze video's over de Infotech regelaars. Succes en tot de volgende keer.